De zogenoemde brandstofkorting die vorig jaar door de regering aan landbouwers was toegezegd, wordt via de belastingen verrekend. Dat zegt minister Permanent Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De korting houdt in dat de agrariërs de 1 SRD-verhoging op de government take niet hoeven te betalen. Ze krijgen ook nog een extra korting van 50 cent per liter. Na de registratie zijn alle gegevens verwerkt. En de regering stelt zich op het standpunt dat de verrekening zal plaatsvinden middels de fiscale weg. Dus de boeren moeten hun jaarverslag, de belastingaangifte doen en daarin dit opnemen. Dat wordt fiscaal verrekend. Niet dat het contant gaat gebeuren, maar dat het verrekend wordt met de belastingen. Ik heb met de minister van Financiën afgestemd om een beetje voorkeur te geven hieraan. Dus met dat ze hun aangifte hebben gedaan, dan wordt er werk van gemaakt bij Financiën. Hallo zelf, VV-minister Permanent Seudin. Harinanden Umrau, voorzitter van de Paddy Boerenassociatie, is geen voorstander van de verrekening via de belastingen. Hij geeft graag dat de sector de 1 SRD50 korting contant in handen krijgt. Dit is schriftelijk ook aan de minister gevraagd. Het gaat het punt komen dat ze alle soorten van belasting gaan daarin uittrekken. Alleen de inkomstenbelasting, wij betalen steeds. Alle boeren betalen hun belastingen. En veel van de boeren, daarom hebben zij hun formulieren niet ingevuld. Dus ze zijn bang voor de belastingen. Maar mijn voorstel is, iedereen is verplicht belastingen te betalen. Als je verdient, moet je betalen. En als je niet verdient, maak je formulier netjes, vul in en lever aan de belastingen. Dus dat willen wij. Laat de regering ons onze kortingen gewoon volledig eenvoudig uitbetalen. En degene die belasting moet betalen, dan moet hij aanmaningen krijgen van de belastingen. Wat gaat hij doen? Dat is de zaak van de boeren. Maar dit moet gewoon uitbetaald worden. Aldus Harinanden Umrau is voorzitter van de Paddyboerenassociatie. De LVV-minister zegt dat enkele honderden agrariërs zich hebben opgegeven om in aanmerking te komen voor de brandstofkorting.